Hallo allemaal, ik ben Daniel van Deutkom en ik maak video's over het geloof. Dit doe ik al 8 jaar, super tof. En recent ben ik over de 1000 abonnees heen gegaan. En dat wil ik natuurlijk vieren. Ik wil het vieren met het maken van nog meer video's die jou hopelijk inspireren. Dus daarom begin ik vandaag met een nieuwe serie genaamd Geloofsbasis. We gaan het hebben over de basis van jou en van mijn geloof, van ons geloof. En vandaag als eerste video wil ik het hebben over sozo, over redding. Sozo is het Griekse woord voor redding. Jezus sprak veel over redding. Zelfs de naam van Jezus betekent God is redding of God brengt redding. God redt. Wauw. En weet je, dan wil ik gewoon een bekend vers die we allemaal kennen erbij pakken. Johannes 3 vers 16. Waar staat? Want Gods liefde voor de mensen was zo groot dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. En iedereen die in hem gelooft zal niet sterven, maar voor altijd leven. Jezus kwam dus om de wereld te redden. Maar waar kwam hij ze dan van redden? Nou, dat staat heel duidelijk hier geschreven. Jezus kwam om ons eeuwig leven te geven. En dat is iets wat de kerk van het begin af aan te pakken heeft gekregen. Jezus kwam om ons te redden van eeuwige dood. Hij wou ons voor eeuwig bij hem hebben. We zijn gemaakt voor zijn nabijheid. God maakte Adam en Eva niet met het plan dat ze verloren zouden gaan, maar zodat ze gered zouden zijn en bij God in relatie konden leven. Dat is het plan en dat is waarom Jezus kwam. Maar wat is er gebeurd over de afgelopen 2000 jaar? Wij hebben dat beperkt tot het hiernamaals. We hebben wat Jezus deed op aarde, zijn kruisdood en zijn wederopstanding, hebben we beperkt tot het hiernamaals. Ga maar gewoon naar de kerk. Lees je Bijbel misschien niet eens. De meeste mensen in de geschiedenis, de meeste christenen in de geschiedenis, hadden niet eens een Bijbel of konden geen eens Bijbel lezen, want het was in Latijn, ze spraken Latijn niet. Geloof maar gewoon wat de priester zegt en uiteindelijk ga je naar de hemel. Alleen, ik geloof dat dat niet Bijbels is. Ik geloof niet dat we daarvoor geroepen zijn, want de Bijbel gebruikt het woord sozo als het gaat over redding. En sozo, het Griekse woord voor redding, betekent letterlijk redding, bevrijding, verlossing, rechtvaardiging, genezing. Wow, dit woord is zoveel breder dan simpelweg yes, ik heb die ticket, die hemelticket, ik heb die hemelcredits en ik ga nu naar het hiernamaals. Het is zoveel breder en dat zien we ook in het leven van Jezus. We zien dat Jezus rondgaat en hij genas alle. 17 keer staat er geschreven in de Bijbel dat Jezus alle genas. En dat hield hij niet alleen voor zichzelf. Die redding die Jezus gaf, die wil hij ook in jou plaatsen, zodat jij die redding naar andere mensen kunt delen. Want we lezen ook in de Bijbel in Johannes 14 vers 12 dat iedereen die in Jezus gelooft dezelfde dingen mag doen en nog groter. En als je mijn YouTube kanaal al een tijdje volgt, dan zie je ook dat ik daar mijn best wel in probeer uit te stappen door te bidden voor mensen, te bidden voor genezing. Hallo passanten. Om te bidden voor genezing, te bidden voor bevrijding. Ik bid voor mensen en ik zie dat levens veranderen. Laatst nog meerdere mensen tot geloof mogen brengen. En redding van Jezus is dus niet alleen iets voor het hiernamaals, maar het is ook voor het hier en nu. En dat is het hart van Jezus. Johannes 10 vers 10 zegt: de duivel kwam om te stelen, vernietigen en te verslinden. Maar ik ben gekomen, Jezus is gekomen om jouw leven te geven en dat in overvloed. Dat is niet slechts voor het hiernamaals. Jezus kwam om ons leven in overvloed te geven. En ik snap dat dit soort versen ook misbruikt zijn door sommige mensen om er een cash show van te maken als het ware. Geef mij geld, maak mij rijk, geef mij financiën, geef mij een privéjet en een mooie auto of wat dan ook. Nee, daar gaat het niet om. Jezus, het leven wat Jezus wou geven was iets innerlijks. Jezus kwam om niet zozeer om jou weg te zippen naar de hemel, maar Jezus kwam om hemel op aarde in jou te krijgen. Jezus wil op dit moment, God wil op dit moment niet jou slechts soort van redden voor het hiernamaals. Oh, dan is hij eindelijk binnen. Oeh, vlak voor de poort van de hel weggered, getrokken en gered. Nee, Jezus kwam om jou te transformeren, zodat jij in de belofte van Adam en van Abraham kan leven. Zodat jij ten volle de potentie kan uitleven die God in jou heeft geplaatst. Weet je, en dat klinkt misschien een beetje als wat veel influencers zeggen, haal het beste uit jezelf. Maar weet je, jij kan niet het beste uit jezelf halen. God alleen kan het beste uit jezelf halen. Ik wil je dus oproepen, wanneer je deze video checkt, ga bidden, bid met me mee. Heer Jezus, help mij om alles uit mijn leven te halen wat u in mijn leven geplaatst heeft. Want de Bijbel zegt ook
Efeziërs. Ik weet niet meer precies waar. Efeziërs 3 volgens mij. Of Efeziërs 4. Efeziërs 4 vers 20 volgens mij. Dat God de goede werken heeft voorbereid. Jezus heeft van tevoren, voor de grondlegging der wereld, heeft hij goede werken voorbereid. Hij weet al waar jij doorheen gaat en hij heeft dat pad al uitgestippeld. Jij mag zoveel gave dingen gaan doen voor God, voor zijn koninkrijk, vandaag de dag. En dat is onderdeel van die redding. Jezus, nogmaals, ik val misschien een beetje in herhaling, maar we moeten soms vaker horen. Jezus kwam niet slechts om jou een kerk of een bankzitter te maken van een kerk of wat dan ook. Maar Jezus wil zijn koninkrijk in jouw hart plaatsen. En dat waar jij ook maar komt, mensen zullen zien dat jij veranderd bent. En dat wanneer jij spreekt, dat de geest er doorheen weer beweegt. En dat levens veranderen. Vind je nou inspirerend? Ga dan eventjes hier naar beneden, klik op like. Abonneer dan even voor meer, want dit was slechts de eerste aflevering. En er gaan nog veel meer afleveringen aankomen in deze serie genaamd Geloofsbasis. Bedankt voor het kijken, deel de video en reageer even hieronder. Wat vond je nou tof? En misschien heb je ideeën om het over iets anders te hebben of zo. Over gebed of over bevrijding. Laat het me weten in de comments en dan zie ik je binnenkort weer. Later!